vandaag de eerste thuiswedstrijd van wij in de competitie. Thuis tegen VV Twente Goor bij mij trainer Hans van der Hoop. Goeiedag. Hoi, welkom bij wij. Ja, eerste wedstrijd, nieuwe ploeg, nieuw trainen. Hoe ging het? Ja, ik ben toch uiteindelijk, nu de emotie een beetje van de wedstrijd af is, zeker de tweede helft, heel tevreden. De start was duidelijk voor Twente Goor, moeite met, vooral met hun spits. Alleen dat hebben we goed opgepakt, een beetje geluk gehad met hun eerste kansen dat we die overleven. En eind eerste helft kregen we al grip op de tegenstander. En ik moet zeggen, de hele tweede helft zijn we de bovenliggende partij geweest. Totdat de 1-1 viel uit een, naar mijn ogen, dubieuze penalty. Maar over het algemeen, zeker op het voetballende gedeelte, de tweede helft heel tevreden. Ja, eerst zelf was inderdaad, leek het alsof jullie nog een beetje zoekend waren bij de partijen. Een beetje, ja, wat kleine kansen kwam niet echt los. En dan vlak voor rust heb je nog een paar goede kansen. En dan tweede helft, je komt gewoon heel sterk uit de kleedkamer. Ja, je ziet dat het laatste kwartier vertrouwen geeft. Je durft de tweede helft te gaan voetballen. De bal gaat lekker rond. Je neemt steeds meer initiatief zonder bal. Ja, dat is iets wat zal moeten groeien. Ik bedoel, het is een vrij nieuwe selectie, een nieuwe trainer. Een hele lastige voorbereiding natuurlijk gehad met de vakanties. Bekerwedstrijden die we uiteindelijk makkelijk wonnen. En nu was het een echte wedstrijd. En ik moet zeggen, de tweede helft hebben we een enorme stap gemaakt. En we zullen nu moeten doorgroeien op trainingen en in de wedstrijden. Maar nogmaals, de tweede helft geeft vertrouwen, met name op voetballend gebied. En ja, dat willen we natuurlijk. Ja, je komt, dus eerst kom je op voorsprong 1-0. Dan pak je even door. En uiteindelijk, ja, die dubieuze penalty. Wat vind je daar dan zelf van? Had hij hem kunnen geven? Ik denk de fase ervoor is ook belangrijk, wat je ook al aangeeft. Ik bedoel, 1-0 en we blijven naar voren toe voetballen. We krijgen kansen nog 2-0. Niels Ruiter op de paal, nog een redding van de keeper. Ja, als je 2-0 maakt, is het natuurlijk over. En dat kun je zelf verwijten. Daarna krijg je vanuit het niets die 1-1. Ja, goed, voor mij is dat moeilijk te zien. Wat je daarna net hoort, mijn eigen aanvoerder zegt, ja, ik raak hem heel iets aan. Ik moet van hem afblijven, heel eerlijk. Hun aanvoerder zegt van, ja, het was een cadeautje wat dat betreft. Veel te zwaar bestraft. Nou, oké, dat kan gebeuren. Wat ik dan veel erger vind op een gegeven moment, dat we zelf het strafschop verdienen, een duidelijke overtreding. Dat ik zelf vanaf de kant gezien die duidelijk er binnen is en de scheidsrechter legt hem er buiten. Ja, dat is natuurlijk heel teleurstellend voor een ploeg als je vol gas geeft. Daarna nog een hele goedkope rode kaart, twee keer geel. Ja, het is bijna lachwekkend. Ik vind alleen dat we als ploeg daar goed mee omgaan en het uiteindelijk maar moeten accepteren. Alleen, het zijn wel sleutelmomenten in de wedstrijd. Je maakt zelf niet de 2-0. En je krijgt een 1-1, een strafschop, oké. Maar je wordt daarna een strafschop onthouden. Ja, wordt dat 2-1, dan is het bijna gedaan. En dat zijn momenten in de wedstrijd, zul je vaker krijgen. Alleen de emoties zijn nu wat af en denk dat je gewoon tevreden mag zijn. En dus 1-1 gelijk in de eerste wedstrijd is goed? Ja, ik denk het wel. Als je kijkt naar de tweede helft wel. En laten we wel zijn, de eerste kwartier kunnen we ook achterkomen te staan. In de laatste fase na 1-1 met 10 mensen wordt nog een bal van ons van de lijn afgehaald. Als je ongelukkig bent, dan verlies je hem. Als je gelukkig bent en recht doet aan je tweede helft, dan win je hem. Nou, laten we dan maar tevreden zijn dat je in ieder geval niet verliest. Dat je hierop verder kunt beduren. Ja, volgende week treden jullie aan in Heten. Uitwedstrijd, ze hebben vorig seizoen redelijk moeite gehad om te handhaven in de 3B. Hoe kijk je naar die wedstrijd? Ja, voor mij is Heten een onbekende ploeg in ieder geval. Ik ken niet zo de jongens van Tepperik voetballen nu allebei. Ze zijn wat versterkt. Ik weet niet eens wat ze vandaag gedaan hebben. Kijk, wij moeten elke wedstrijd uitgaan van eigen kracht. En in deze derde klasse zullen de verschillen heel klein zijn. En we moeten er zelf staan, doorgroeien. En vooral genieten dat we tenminste goed zijn gaan voetballen de tweede helft. En dat willen we met z'n allen. En of het nu Heten is of vandaag Twente Goor. Het is een proces. En van wedstrijd tot wedstrijd bekijken en hopen. En dat moet ook dat we beter worden. Nou, in ieder geval een goede toon gezet met de 1-1. Ik wens je veel succes volgende wedstrijd. Ja, dankjewel.